Ja, volgens mij kunnen we terugkijken op een geweldig weekend. Ik ben in ieder geval zowel uitgeput als op een vreemde manier opgeladen. Ik heb gemerkt dat Nicky al wat van mijn voeten had weggemaaid. Ik had ook nog wat bedankjes, dat is niet erg. Ik denk dat ze een paar mensen in ieder geval nog vergeten is. In ieder geval denk ik Jens, Nicky en Ralf, die samen het Marxisme-team hebben geleid, die de afgelopen maanden bezig zijn geweest om het hele event te plannen, om de sprekers uit te nodigen en om ervoor te zorgen dat het allemaal in goede banen is gelopen. Die wil ik in ieder geval heel hartelijk nog bedanken. En natuurlijk Ewout, die de hoofdorganisator was, zich opnieuw het labblazers heeft gewerkt om het allemaal toch net goed te laten komen. Heel erg bedankt Ewout. Maar er werd er al aan gerefereerd, we hebben dit jaar ook twee mensen moeten missen. Omdat we eind vorig jaar Ronald en Selena verloren bij een ongeluk. Veel te jong. Goed, we weten als socialisten dat rechtvaardigheid iets is wat je niet wordt gegeven, wat je moet creëren met elkaar. Maar dat maakt het niet makkelijker te verteren dat we deze twee mensen moeten missen. En ik denk dat we ze allemaal hebben gemist bij dit festival. Gewoon hun inbreng in de discussies, in de logistiek. Voor ons als organisatie was het voor het eerst dat we met zoiets te maken kregen. Dan twee mensen tegelijk op zo'n jonge leeftijd, dat heeft er heel erg ingehakt. Maar het was tegelijkertijd ook, denk ik, een kans om te laten zien en om ook zelf te ervaren dat op het moment dat kameraden sterven op deze manier, dat we doorgaan. Dat anderen het stokje oppakken. En het symbool van onze beweging, de rode vlag, die al sinds 1848 het symbool is van de socialistische beweging, herinnert ons aan mensen van vorige generaties overal ter wereld die gestorven zijn, die gevochten hebben voor de goede zaak. We weten dat er steeds nieuwe mensen zijn die vlag zullen oppakken. Toen August Spies, een van de martelaren van Haymarket, ter dood werd veroordeeld, dat zijn de martelaren van we herdenken op de 1e mei, toen werd hij veroordeeld en hij zei tegen de rechter, als u denkt dat u ons door ons op te hangen de arbeidersbeweging kunt uitstampen, de beweging waarvan de miljoenen vertrapten, de miljoenen die zwoegen en in nood en ellende leven verlossing verwachten, als dat uw mening is, hang ons op. U zult op een vonk stappen, maar daar en daar en achter u en voor u, overal zullen de vlammen opspringen. Het is een vreemd brand die u niet kunt uitblussen. De grond onder uw voeten staat in brand. Zolang het kapitalisme en de uitbuiting, de onderdrukking waartegen we vechten bestaat, weet ik dat onze strijd steeds opnieuw zal oplaaien. Nieuwe mensen zullen opstaan om de vlag op te pakken. En er is meer dan genoeg reden om dat te doen. Het politieke systeem waar we in verkeren, verkeert al een hele periode in crisis. Sinds de jaren 80 en 90 was één grote lijn in de politiek en dat was neoliberalisme. Een stelselmatige afbraak van de verzorgingsstaat, van bescherming van werkenden. En het was een groteske herverdelingsoperatie. Rijken werden steeds en steeds rijker, de samenleving moest krom liggen. Onze levensstandaard stagneerde, maar de belasting op winst ging omlaag. De hoogste inkomens kregen belastingvoordelen. Jan-Peter Balkenende beloofde ons nog zoet na het zuur. Hans Hogevorst, ik weet niet of u het nog weet, die privatiseerde de zorg. En hij bezwoer dat de zorg alleen maar beter en goedkoper zou worden. Hij zou ze goed opeten, begrijp ik, als ik me niet vergis, als dat niet zo was. Nou, ik denk, goedkoper werd de zorg volgens geen enkele maatstaf, maar beter werd die wel. Tenminste,
voor de zorgverzekeraars en voor de farmaceutische bedrijven. En dat was waar het voor bedoeld was. En inmiddels rijden de tandartsbussen door het land, omdat er hele grote groepen mensen zijn die gewoon hun tandarts een aanvullende verzekering niet meer kunnen betalen. Ja. En er is woningnood. Dat is ook iets wat zeker hier in Amsterdam steeds meer gevoeld wordt. Gewoon omdat er liever gebouwd wordt door mensen met veel geld, hogere inkomens. Omdat die gewoon, omdat gemeenten die gewoon liever in hun grenzen hebben, omdat het goedkoper is. En de rijken werden rijker. Maar een stabiele economische groei kwam er niet. Kapitalisme produceert een enorme rijkdom. Een ongehoorde hoop aan waren, zoals Marx het noemt. Maar die waren moeten wel gekocht worden. En uiteindelijk moeten die gekocht worden door werkende mensen. En uiteindelijk hebben die mensen nooit genoeg om al die waren opnieuw te kopen. En daarom hobbelt het systeem van de ene naar de andere crisis. En worden de kosten daarvan afgewenteld op de werkende bevolking. Want wie draaide erop voor de crisis? Niet de rijken. Die hadden hun geld al veilig ondergebracht. Ook niet de banken, want die werden op onze kosten vrijgekocht. Terwijl er zogenaamd geen geld was, overigens. Nee, die kwam bij ons te liggen. En de neoliberale partijen kregen moeite om hun verhaal te blijven verkondigen. Want dat zoek naar het zuur kwam er niet. Licht aan het eind van de tunnel, dat ontbrak. En dus moesten ze een ander verhaal verzinnen om hun heerschappij vast te houden. En die gooiden het over een andere boeg. Het waren de uitvreters in de bijstand, de subsidieslurpers in het onderwijs en de cultuur en de vluchtelingen die de levensstandaard van de zogenaamd hardwerkende Nederlander ondergraafden. En ondertussen kregen Shell en Unilever alleen nog maar wat meer belastingvoordelen. En omdat gevestigd tanks geen antwoord durfden te geven op de leugen dat er geen geld was, zoals eerder ze niet durfden om zich uit te spreken toen de oorlogshitsers en extreem rechts hun hetze begonnen tegen moslims, kon extreem rechts zich vestigen als een alternatief voor dat neoliberalisme. Ze bouwden hun beweging op, ze vestigden hun media, ze verspreidden hun complottheorieën. En inmiddels lenen ze die direct van de nazi's. En toen de vluchtelingencrisis begon in 2015, de zogenaamde vluchtelingencrisis, was de verrechtsing al zo ver gegaan dat de Middellandse Zee werd ingezet als een wapen om tegen mensen die vluchten voor armoede, voor oorlogen die mede door het Westen zijn veroorzaakt. En gevestigd linksvegen over de massamoord op zee, want misschien waren humane aanmeldcentra in Libië toch wel mogelijk, al dus de SP. En ik denk dat het met zo'n links niet moeilijk te begrijpen is waarom extreem rechts door kon groeien. En ondertussen dreigt er een klimaatcrisis. En we zien daar de eerste gevolgen al van. Hier in Nederland een klein beetje, de rest van de wereld veel meer. En nu moet er beleid gemaakt worden om klimaatverandering aan te pakken. En opnieuw komt het uit een neoliberale hoek. Gratis openbaar vervoer, onbespreekbaar. Autoverkeer is heilig, de auto-industrie, fossiele industrie, die belangen staan centraal. Beperken van de luchtvaart of het stoppen met subsidies op de luchtvaart, natuurlijk niet. Want klimaatverandering of niet, Schiphol moet de belangrijkste luchthaven worden van Europa. En dus krijgen we een klimaatbeleid dat neerkomt op extra indirecte belastingen op normale mensen en subsidies voor zogenaamd innovatieve bedrijven. Klimaatverandering als verdienmodel voor de BV Nederland. En nu blijft gevestigd links stil over kapitalisme. GroenLinks heeft de onaantastbaarheid van het kapitaal volledig geaccepteerd en geeft alleen maar een wat andere draai aan wezenlijk hetzelfde beleid. De SP heeft inhoudelijk niks te zeggen over klimaatverandering, anders dan dat het niet door gewone mensen betaald mag worden. En dus kon extreem rechts opnieuw scoren met de leugen dat klimaatverandering een verzinsel is, als onderdeel van een complot van wetenschappers, onderwijzers, kunstenaars en andere zogenaamde cultuurmarxisten. Het realisme van links, het accepteren van de grenzen van parlementaire politiek, van de eigendomsverhoudingen en zelfs van racisme, seksisme en onderdrukking, heeft ervoor gezorgd dat het hoe langer, hoe verder gemarginaliseerd is. En daardoor werden twee van de grootste problemen van onze tijd, de dreiging van klimaatcatastrofen en de dreiging van neofascisme, alleen maar groter en acuter.
Antonio Gramsci schreef in 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog. Wat zich voltrekt gebeurt niet omdat een kleine groep mensen het wil, maar omdat de grote meerderheid van de bevolking onverschillig is. Het zijn beloop laat en het accepteert. Zij laten knopen ontstaan die na verloop van tijd alleen met de zwaard doorgehakt kunnen worden. Het fatalisme van de geschiedenis lijkt te domineren, is alleen maar de illusie, de verschijningsvorm die deze onverschilligheid aanneemt. En toegegeven, Antonio Gramsci was in zijn jonge jaren een beetje een moralist, want het is niet makkelijk om, als je je hoofd boven water moet houden en als je geen middelen krijgt aangereikt om een verschil te maken, om op te staan en te beginnen. Maar hij had wel een punt. We hebben toegestaan dat het kapitalistische systeem ons in een situatie heeft gebracht die alleen op een radicale manier kan worden opgelost. En radicalisme betekent dat we de bijl zetten aan de wortel van het probleem. Er is meer dan genoeg geld om iedereen een menswaardig bestaan te geven, een goede woning, een goede opleiding en goede zorg te verlenen. Er is meer dan genoeg geld om alle vluchtelingen welkom te heten. En we kunnen klimaatverandering stoppen op een rechtvaardige manier. Miljardairs zagen vorig jaar elke dag hun inkomen vergroten of hun welvaart vergroten met 2,5 miljard. Terwijl de armste helft van de wereldbevolking er 11% op achteruit ging. En dat is in één jaar tijd. Laat niemand je vertellen dat kapitalisme niet werkt, want het werkt precies zoals het zou moeten werken. En dat is het probleem. De armoede, de politieke crisis en de klimaatcrisis zijn de gevolgen van het feit dat we hebben toegestaan dat kapitalisme onze wereld nog altijd beheerst. En dat is ook de sleutel tot het formuleren van een alternatief. We moeten het hebben over de machtsverhoudingen en de eigendomsverhoudingen in de maatschappij, zoals we hier dit weekend hebben gedaan. We moeten het hebben over de onteigening van die kleine minderheid die de planeet en de wereldbevolking stukje bij beetje aan het onteigenen zijn. En we zullen de strijd moeten leveren om dat gevecht te winnen. We moeten ons verzetten tegen elke vorm van onderdrukking. Want als we niet solidair zijn met elkaar en als we verdeeld staan, gaan we die strijd nooit winnen. En gelukkig zien we dat de strijd tegen dit systeem steeds opnieuw blijft oplaaien. We zien dat de veenbrand die zo vaak onzichtbaar blijft, om ons heen opvlamt. We hebben gehoord net over de revolutie in Soedan. We hebben de beelden gezien van de revolutie in Algerije. We hebben gehoord van de massademonstraties tegen fascisme in Duitsland eerder dit weekend. En dan 2 maanden terug liepen we met 40.000 hier door Amsterdam voor klimaatrechtvaardigheid. We demonstreerden tegen racisme, tegen seksisme, we staakten, demonstreerden tegen de privatisering van het pensioenstelsel. Wie niet gelooft dat er een linkse beweging mogelijk is die principieel eist wat nodig is, een linkse beweging die zich niet laat beperken tot wat Shell en Unilever acceptabel vinden, een beweging die trots is om zich feministisch, antiracistisch en socialistisch te noemen. Die het omarmt dat bevrijding natuurlijk ook seksuele bevrijding is. Die is volgens mij de afgelopen maand niet voldoende op straat geweest. We hebben nog een hele lange weg te gaan en onze uitgangspositie is niet echt heel sterk. Laat daarover geen mening of geen twijfel bestaan. Maar er is wel een werkelijke behoefte om tot een nieuwe strijdbare linkse beweging te komen. En we zouden ons allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen om daaraan bij te dragen. Dat betekent dat we moeten analyseren, dat betekent dat we moeten onderzoeken, moeten leren van onze geschiedenis en met name die delen van de geschiedenis die worden verzwegen of weggemoffeld. En dat we moeten discussiëren, want zonder een kameraadschappelijke discussie onderling komen we nergens. En boven alles moeten we gaan organiseren. We moeten onze bewegingen, onze vakbonden, onze organisaties en onze eigen media opbouwen. Ik zou je niet zeggen dat ik vind dat iedereen lid moet worden van de Internationale Socialisten. Want er is heel veel te doen en er zijn heel veel manieren waarop je op een goede manier kan bijdragen aan een alternatief. En wij zijn van alles, maar we zijn niet de oplossing van dat probleem. Het belangrijkste is dat je je organiseert en dat je anderen organiseert. Maar de geschiedenis leert ons ook dat revolutionaire verandering vraagt om revolutionaire organisatie. En als Internationale Socialisten bouwen we aan de bewegingen waarin we actief zijn en tegelijkertijd aan zo'n onafhankelijk revolutionair links. Dat stelt ons in staat om soms een belangrijke rol te spelen in de opbouw van bewegingen, om fundamentele analyses te bieden, om strategische debatten uit te diepen. En we zijn nog veel te klein. Dus als je, net als ons, gelooft in de noodzaak van een revolutionair links, overweeg dan om je bij ons aan te sluiten. Thank you.
waardeer ook overwegen ons dan op een andere manier te steunen. Maar laten we vooral bij elkaar in contact blijven, discussiëren en samenwerken in de verschillende acties die we te voeren hebben. Want we hebben heel erg veel werk aan de winkel en gelukkig, zeg ik met Jesse, gaan we daar heel veel plezier aan beleven.